En in welke relatie sta jij tot onze gulle gastheer? Ik heb Pierre pas. Dat gaat jou helemaal niks aan. Ik praat niet met mensen die ik niet ken en niet kan zien. Aha. En wat als ik jou zeg dat ik Adam heet, Eva? Wauw, slecht bedacht. Maakt mij wijs dat Eva niet slecht bedacht is. En dat je niet Lauria van achter heet. Jij bent een mysterie. Wat kom jij hier doen? Pierre had me over jou gewaarschuwd. Morten Matthijssen, I presume. Nou ja, topdrukte op social media gisteren na het televisiedebat. De reacties over het optreden van Morten Matthijssen zijn uiterst positief. En de vraag is nu, is Matthijssen met een gewonde Tilde Adema, die hier in dit ziekenhuis ligt, is hij bezig met een greep naar de macht? Oh, volgens mij komt hij er nu aan. Ja, meneer Matthijssen. Nu al bloemen van de kiezers. Oh, nee, natuurlijk niet. Nee hoor, deze bos is voor mevrouw Adema. En als iemand deze bos verdient, is zij het wel. En staat hier de gedroomde nieuwe partijleider van de nieuwe liberalen? Nou, dat u van mij droomt, mevrouw Anker, dat doet mij deugd. Maar nee, ik heb het debat gisteren met veel plezier gevoerd. En nu ga ik nogmaals even kijken hoe het met mevrouw Adema is. Sterkte. Dank u wel. Dit was Veronique Anker vanuit Den Haag. Volgens mij zijn wij hier getuigen van een coup. Oh, nee. Meneer Matthijssen herschrijft zo even hier ter plekke zijn verkiezingsprogramma. Ja. Nee, u doet gewoon een greep naar de macht. Is dat zo, meneer Matthijssen? Natuurlijk niet. Onze politiek leidt niet aan de roerige mortis van de socialisten van meneer Polak. Politiek is een levend iets, dat hebben ze daar nog niet door. Meneer Matthijssen, ik zal u natuurlijk. Nieuwe inzichten, heerlijk. Ja. Nou. Dankjewel. Ik zou zeggen. Zo. Wat? Tilda, zoals hoe gaat het met je? Morten, wat bijzonder dat je tijd vrij kon maken om even te overleggen met je fractievoorzitter. Ja, natuurlijk. Alles voor de partij. Kijk eens namens de partij. Fantastisch. Mooi, hè? Ja. Zoals, heb je een vaasje?